Goedenavond, we moeten naar Florida. President Biden zegt dat Ian daar de dodelijkste orkaan ooit zou kunnen worden. De hoogste inflatie sinds heel lang, die hebben we hier alvast beet. Onze specialist geeft daar uitleg bij. De septemberverklaring hebben we ook, nu die er dan toch gekomen is. En een wolligheidsalert misschien nog, want we hebben het ook over de spreuken van Bond zonder naam. Ik pik er één uit, omdat ze zo simpel is, maar vooral heel waar. Blij dat jij er bent. Welkom bij Laat. Goedenavond. Ja, we beginnen in de zogezegde Sunshine State, Florida, waar de orkaan Ian veel leed, ravage en ellende veroorzaakt. Niks sunshine dus. Volgens de laatste berichten zijn er al 7 doden. Maar dat aantal zal waarschijnlijk nog oplopen. Dat denkt ook de Amerikaanse president Joe Biden. Want hij spreekt over mogelijk de meest dodelijke orkaan in de geschiedenis van Florida. Biden heeft de orkaan alleszins als ramp erkend ondertussen, waardoor er nu snel extra hulp en geld naar de getroffen streken kunnen gaan. We're continuing to see deadly rainfall, catastrophic storm surges, roads and homes flooded. We're seeing millions of people without power and thousands hunkered down in schools and community centers. This could be the deadliest hurricane in Florida's history. The numbers are still unclear, but we're hearing early reports of what may be substantial loss of life. Ian houdt vooral lelijk huis in het centrum en zuidwesten van Florida. Hier bijvoorbeeld in de stad Fort Myers, waar onder andere tientallen boten vernield zijn. Ook de winkel van de Vlaamse Kaatkrom B heeft serieus wat schade opgelopen. Ik ben ondertussen aangekomen bij onze winkel in downtown Fort Myers. We hebben hier al heel veel ravage gezien. Er staan letterlijk ook boten op de straat hier. Alles stond hier dus volledig onder water. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien op het scherm, maar het water kwam dus letterlijk tot deze hoogte hier. De gang is een modderpoel geworden. En dan hier in onze winkel kun je ook opnieuw de lijn zien van tot waar het water kwam. Het meeste water is nu wel weggetrokken. Mijn man is ook de hele dag al bezig geweest met alles op te kuisen. هیچ عنوان نمیشه نسبت به جان و مال مردم اجازه تعدی و اجازه این داد که افرادی بخوان با در واقع اقتشاش جامعه رو به هم بزنن امنیت جامعه رو مختل کنن Всех поздравляем русских людей по всему миру с этим большим великим праздником. Мы смогли. Потому что говорить на русском приятно. Я надеюсь, вам меня приятно слышать. Это Красная площадь. Это Москва, детка. Все нормально, все хорошо. Мы победим. Eigen land dan, met de inflatie. Het cijfer dat weergeeft hoe duur ons dagelijkse leven wel is. Voor de maand september komt het in ons land op 11,27%. Zoveel duurder zijn de dingen nu dus gemiddeld in vergelijking met september vorig jaar. Het is het hoogste inflatiecijfer sinds 1975. Sinds 47 jaar geleden, met andere woorden, in de maand augustus, werd toen een inflatie van 11,42% gemeten. Het is een onderwerp waar we allemaal mee bezig zijn, of we nu willen of niet. We hebben er ook veel vragen bij. Dat blijkt in onze mailboxen. En dan willen we jou hiervoor antwoorden natuurlijk. Hè, Michael van Drogenbroek, economie-specialist, wees welkom. Ja, die inflatie, het is niet de eerste keer dat we het erover hebben. Ze blijft maar oplopen. Maar 11,27% nu, dat is wel echt heel veel, hè?
Ja, dat is veel. En vooral, ja, het is inderdaad niet de eerste keer, maar ik denk dat we ook altijd gezegd hebben van hopelijk gaat hij wel naar beneden. Dat is wat iedereen hoopt en ook verwacht en ook probeert in gang te zetten. Maar dat gebeurt niet. De laatste keer in augustus was het net onder de 10%. Nu is het echt fors meer, 11%. Misschien is die piek nog altijd niet bereikt. En dat is toch wel enigszins zorgwekkend. Ja, en het geeft iets weer, maar het is ook een belangrijk cijfer, omdat natuurlijk lonen en sommige uitkeringen meestijgen met die levensduur. Als die spilindex overschreden wordt, moeten we nu op korte termijn ook weer een aanpassing verwachten? Ja, dat is in ons land vooral duidelijkheid. Ja. Dat is verschillend van bijna alle andere landen. Ik denk alleen Luxemburg en Malta dat ook doen. Ja. Dat is ook voor onze bedrijven een concurrentienadeel, maar voor gezinnen geeft dat wel wat veerkracht. Want dat maakt wel dat in principe ongeveer je loon, je uitkering in verhouding mee stijgt. En die spilindex die is in september nog aangepast. Die zal in oktober en december nog eens overschreden worden. Voor de vijfde keer dan in december dit jaar. Dat is nog nooit gebeurd. Dus het geeft ook aan dat die hoge inflatie en zeker ook die aanpassing, die indexering, dat echt wel ongezien is, het tempo dat dat mee gebeurt. Ja. Als het over geld gaat, Michel, dan krijgen we altijd heel veel vragen, opmerkingen van onze mediagebruikers. Het is deze keer niet anders. Opvallend veel mensen hebben ook het gevoel dat de prijzen toch sneller stijgen dan hun loon of uitkering. Gaan eens luisteren. Ik vroeg mij af, bij dergelijke prijsstijging van de winkelkar, zowel die met 12%, zeggen sommigen, gestegen is, en daarbovenop nog eens de energieprijzen die bijna maar 3 gaan, vergelijking met vorig jaar, hoe het komt dat de overschrijding van de index niet veel vaker voorkomt dan wat wij tot nu toe zien. En dat wordt precies wat doodgezwegen. Dat was een beetje mijn bezorgdheid. Zijn bezorgdheid. Die man heeft het gevoel dat het allemaal nog veel sneller zou mogen volgen. Die hogere lonen en uitkeringen heeft ergens een punt. Ja, want die spilindex wordt dus dit jaar 5 keer overschreden. Dat is toch ongezien. Dus op dat vlak is het ook wel uitzonderlijk. Het is wel zo dat bij die spilindex en dan die koppeling van lonen en uitkeringen daaraan een aantal producten er niet bij zitten. De ongezonde dingen, sigaretten en alcohol bijvoorbeeld, zitten daar niet bij. Maar dat houdt toch ongeveer gelijke tred met die inflatie. Maar wat wel zo is, en dat kan in zijn geval uiteraard zo zijn, is dat niet iedereen dat aan hetzelfde tempo voelt, dat die lonen mee omhoog gaan. Wie een uitkering krijgt, wel, pensioenen en zo, die worden aan rate van die spilindex aangepast. Maar bijvoorbeeld de grootste groep bedienden en ook mensen die in de horeca werken, die krijgen die aanpassing traditioneel maar 1 keer per jaar. En dat is begin januari. En dat natuurlijk voor dit jaar betekent dat als zij die aanpassing krijgen over een paar maanden, dat het een heel grote aanpassing is. Dat zij dus van al die stijgingen en ook die prijsstijgingen die ze voelen van het voorbije jaar, ja, dat die nog moeten krijgen, die loonsverhoging. En dat kan wel zijn dat je dan nu in de supermarkt staat en kijkt, oei, ik kom hier wel niet toe met wat ik anders heb. Dus op dat vlak kan het inderdaad kloppen. Het hangt echt af van sector tot sector, hoe intens en snel je dat voelt. Maar uiteindelijk geldt het voor alle lonen en uitkeringen dat ze die stijgende levensduurte wel mee volgen. Ja, dat is voor iedereen welvaartsvast, zoals dat dan heet. Je zei, een aantal producten zitten niet in de korf, zoals dat dan heet. Maar laten we eens kijken naar die korf voor dat septembercijfer. Die stijging zit nog vooral bij energie, hè? Ja, dat hoeft ook niet te verbazen. Dat is inderdaad in vergelijking met een jaar geleden fors gestegen. En dat blijft echt een belangrijk deel. Dus alles wat met energie te maken heeft, aardgas, elektriciteit, blijft echt een significant groot deel van die inflatie. Maar wat we zien, en dat heeft te maken met het feit dat die energie natuurlijk ook in andere dingen wordt doorverrekend, is dat ook steeds meer andere producten duurder worden. Hier staat zuivel, maar eigenlijk alles van voeding is ook echt fundamenteel duurder geworden en neemt een steeds grotere hap van dat totale inflatiecijfer in. En we zien zelfs nu bij de cijfers van september dat producten die lang nog niet in prijs stegen, dat die nu ook in prijs stijgen. Kledij is daar een voorbeeld van. Dus dat wijst er toch op dat je eigenlijk met vertraging ook vaak producten die soms lang op voorhand worden gekocht en waardoor je die prijsstijgingen pas later ziet, dat je dat nu pas merkt, waardoor het misschien ook wel aangeeft dat het nog niet voorbij is, die prijsstijgingen. Ja, goed. Maar dus een kwart duurder dan een jaar geleden. Dat is wel heel wat. Maar niet alles wordt duurder. Er zijn ook dingen die goedkoper worden. Hè? Ja, er zijn inderdaad dingen die goedkoper worden. En daar is alles wat met als televisies, computers en zo al een tijdje in dalende lijn. Dat blijft. Dat was de voorbije maanden ook, herinner ik mij. Er zijn ook enkele andere producten. Ik denk dat brood en vlees ook een klein beetje goedkoper is geworden. Maar dat is echt wel dat is niet aan die tempo's. En dat is natuurlijk helemaal niet in verhouding met die
vele andere producten die wel in prijs stijgen en die gigantisch in prijs stijgen. Ja, het zijn inderdaad die gewonere dingen, dagdagelijkse dingen, ja, die in prijs vooral stijgen. En dat loopt dan ook op. We hebben nog een getuigenis. Ik heb al gemerkt dat het leven duurder geworden is als ik gewoon dagdagelijkse dingen doe. Bijvoorbeeld, ik ga vaak cappuccino drinken buiten huis. En ik heb gemerkt dat die 50 cent duurder geworden is, wat dat echt wel een hoge prijsstijging is. Als je het zou optellen voor verschillende cappuccino's, is het snel aan een hoog bedrag. En ik had dan ook in de krant gelezen dat elektronica bijvoorbeeld, dat wel goedkoper geworden is. Maar dat is iets wat ik niet elke dag gebruik. Ik koop niet elke dag een nieuwe iPhone. Ja, minder cappuccino's drinken. Het zou een oplossing kunnen zijn, maar is er nog iets anders wat aan te raden is? Tips om tussen die grootste stijgingen te laveren. De inflatie geeft weer wat de realiteit is. Dus op zich, je kan dat niet ontwijken. Wat je bijvoorbeeld wel kan doen, wordt wel eens gezegd, is als er interessante koopjes zijn voor niet bederfbare goederen, een voorraadkast kopen en daarin investeren en dan dat op termijn kopen. Maar ja, op zich, je kan het niet ontwijken, want het is gewoon wat de dagelijkse realiteit is. Dus daar echt van die prijsstijgingen wegblijven, dat is qua is onmogelijk natuurlijk. Ja, maar misschien toch wat pasta inslaan in de kelder of zo. Je hebt hier al vaker gezeten over die inflatie, Michael. Het is niet de eerste keer dat we het erover hebben. De laatste ook niet, vrees ik. Hè? Ik weet niet wat je over 4 weken doet. We zullen al een afspraak maken. Maar het is wel alle gekheid op een stokje. Hoe lang gaat dit nog duren? Ja, de topman van de Amerikaanse centrale bank, het zijn die centrale banken die inflatie toch proberen te bestrijden, die zei onlangs van, we begrijpen nu steeds beter hoe minder we van inflatie begrijpen. En dat geeft eigenlijk heel goed weer van, het is niet te voorspellen. De grote wapens zijn bovengehaald, zeker in de Verenigde Staten. Ja. Die rentestijgingen, die heel forse rentestijgingen, hebben net als doel om dat naar beneden te halen, maar het gebeurt voorlopig niet. En inderdaad, we zullen over 4 weken kijken, als je hier opnieuw zit, of het gebeurd is. Het zal ooit wel komen, maar niemand weet wanneer. Ja, en ondertussen nog een aantal dure keren boodschappen gaan doen. Ja, zo is dat. Dank je wel, Michael. Ja, en ook naar de politiek wordt gekeken, hè, als het gaat over, daar bent u, de dingen betaalbaar houden. En na horten en stoten heeft Vlaams minister-president Jan Bon vandaag dan toch zijn septemberverklaring naar het parlement kunnen brengen. De plannen en de begroting voor het nieuwe werkjaar dus. De Vlaamse regering investeert 5 miljard euro extra om met gerichte en sociale maatregelen de bevolking door die energiecrisis te loodsen en toch geen te diepe begrotingsputten te slaan voor de volgende generaties. Dat is een moeilijke evenwichtsoefening in deze onzekere tijden. Mevrouw de voorzitter, beste collega's. Voor u staat een nederige man en tegelijkertijd ook een trotse man. Nederig, omdat ik besef dat het proces dat we doorlopen hebben als regering niet fraai was. Trots, omdat we een ongelooflijk sterk pakket aan maatregelen beslist hebben ten voordele van onze gezinnen en van onze bedrijven. Met een goed evenwicht tussen zwaar investeren, nu het nodig is, en tegelijkertijd de begroting op koers te houden. Ja, wat zijn dan zoal die maatregelen? Wel, voor werknemers met een laag loon is er de jobbonus. Wie daar nu al recht op heeft, die krijgt in november 100 euro extra. Vanaf volgend jaar wordt de doelgroep ook groter. Wie minder dan 2.900 bruto verdient, heeft dan recht op zo'n bonus. En daarnaast is er het groeipakket natuurlijk. Dat befaamde groeipakket ondertussen. Dat wordt niet volledig aan de index gekoppeld zoals CD&V wilde. Maar het basisbedrag wordt wel opgetrokken met 2% in plaats van 1%. En daarnaast krijgen de bijna 400.000 kinderen die recht hebben op een sociale toeslag volgend jaar 180 euro extra. En die groep wordt ook uitgebreid met 50.000 kinderen. En alle begunstigden die krijgen dit jaar en volgend jaar nog 100 euro extra erbij. Ook in de kinderopvang komt er extra geld. 115 miljoen euro per jaar. Veel euro's erbij dus op veel verschillende plekken. Maar de Gezinsbond is toch niet helemaal tevreden. Het is zeker een stapje in de goede richting dat er extra wordt geïnvesteerd in de kinderopvang. Dat is broodnodig. En ook dat het aantal gezinnen wordt uitgebreid dat binnen de kinderbijslag recht heeft op de sociale toeslag. Maar eigenlijk alle andere gezinnen, en dat is 97% van de gezinnen, die gaan er structureel op achteruit wat de koopkracht betreft vanaf 2024.
En dat komt natuurlijk door dat die kinderbijslag niet gekoppeld is aan de spilindex. De Vlaamse regering denkt ook aan de bedrijven dan. Er komt 1,25 miljard euro extra als vangnet voor ondernemingen. 250 miljoen daarvan is voor bedrijven die heel energieafhankelijk zijn voor hun productie. Maar het grootste deel, 1 miljard, dat gaat naar leningen en waarborgen voor bedrijven die in moeilijkheden zitten. Gerichte ondersteuning waar VOCA alvast moed uitput. Wat vandaag gebeurt, is dat men die bedrijven die verlies maken, dat verlies te wijten is aan de hoge energiefactuur. En die bedrijven die willen ondanks het verlies verder werken en verder produceren, dat men die gaat ondersteunen. En dit is voor ons het allerbelangrijkste. Dat eigenlijk de industrie blijft werken. En ik put vandaag eigenlijk wel wat moed uit het feit dat de Vlaamse regering die maatregelen genomen heeft. Tevreden zou ik het niet noemen. Ik ben heel realistisch, maar het is vandaag een stapje in de goede richting om de crisis samen op te lossen. Ja, een stapje in de goede richting dus alvast. Alle maatregelen en de bijhorende cijfers van de Vlaamse regering, die kunt u nog eens nalezen op vrtnieuws.be of in onze app. Ik denk dat het duidelijk was dat er een generatieshift was. Ook duidelijk dat er een nieuwe coach was. Ik denk dat we nog niet die vertrouwdheid hadden, waar we de voorbije jaren wel hadden. Hi, Coolio. What's up, cuz? What were you reading here? Oh, well, I wasn't actually reading. I was just looking. Oh, yeah. That's the pictures. I can't read. You can't whatever read? Whatever that is. Oh, you can't read Dutch? Yeah. Okay, okay. But you know, so. Herinneringen. Daarover gesproken. Ik neem u mee op een trip naar mijn kindertijd. Toen bij ons, zoals in heel veel Vlaamse huizen, elke maand een spreuk van Bond zonder naam in de bus viel. Met de post, jawel, zo lang is mijn kindertijd geleden. En voor wie ze niet zou kennen, hier een grabbel uit het rijke aanbod. Met geld alleen ben je geen cent waard. Of je wordt niet zelf groter door anderen te kleineren. Of een derde om het af te leren misschien nog. Geef ze een pluim en mensen krijgen vleugels. En de grote bezieler van al die woordelijke wijsheden, dat was deze man. Phil Bosmans, Pater Bosmans eigenlijk. Dit jaar zou die man 100 jaar geworden zijn. En het is ook 50 jaar geleden dat zijn bestseller uitkwam. En dat was het boek Menslief, ik hou van je. Van dat boek zijn 850.000 exemplaren over de toonbank gegaan. En dat is zo nog altijd een van de best verkochte boeken ooit in ons taalgebied. Ook in dat boek weer van die inspirerende teksten en spreuken. Er zijn mensen die licht doorgeven en er zijn mensen die alles verduisteren. Bijvoorbeeld. Het is in elk geval een formule die nog niet versleten is, vindt de uitgeverij nu. En ze komt met een nieuwe versie van dat boek, met dezelfde titel nog altijd. Ik dacht ineens, ik zeg, dat is toch formidabel, dat mensen tegen elkaar zeggen, mens lief. En ze zijn zich niet bewust wat ze zeggen. Ze weten het niet. Dus we zouden dat eigenlijk op een of andere manier eens moeten kunnen onderlijnen. En onder de brug in Beringen aan de autostrade, onder de brug valt me dat in, mens lief, ik hou van je. Ik stop en ik schrijf me dat even op.
En terwijl Bosman schreef, is Bond zonder naam ook na hem blijven bestaan. Het is nog altijd mee met zijn tijd ook. Op Facebook bijvoorbeeld kan je je laten inspireren tegenwoordig. Toon je sterkste kant, vraag hulp. En wie hulp zou willen in de muziek, die kan BZN ook volgen op Spotify. Daar zijn playlists per spreuk. We pikken er eentje uit. Veerkracht brengt je naar de overkant, is de playlist. En dan krijg je een hele reeks nummers. En als ik er dan een tweede uit... Maar terug naar het boek. Dit is de nieuwe versie met nog altijd diezelfde titel. Dezelfde bedoeling ook. Een nieuwe bundel van hoop en troost. Wat wel nieuw is, is dat er gedichten in zitten van deze vier nieuwe auteurs of bekroonde auteurs van u. Ik heb een gedicht geschreven over de zomer. Als tijd van overvloed, waarin wij bloemen verzamelen en vruchten verzamelen. En de vruchten op rum leggen en de bloemen drogen voor de barre tijden, eigenlijk voor in de winter het plezier en de vreugde van de zomer te herbeleven. En dat is een beetje de link met BZN, Bond zonder naam voor mij, omdat zij schoonheid willen brengen in deze barre tijden, maar ook schoonheid voor iedereen. En we strijken nog neer in Leuven dan, op een plek die voor velen bijna mythisch is. Studio Manhattan. In de jaren 80 was dat een legendarische discotheek aan de Vaart, net buiten het stadscentrum. Later werd in die Manhattan het VTM-programma 10 om te zien opgenomen. En nu heeft de soapserie Thuis er al heel veel jaren onderdak. Die plek, met al die geschiedenis, is sinds begin dit jaar in handen van brouwerij De Hoorn, die er absoluut weer iets bruisends van wil maken. En dat bruisen is vandaag begonnen, denk ik. 6 weken lang houdt Kunstencentrum het stuk er optredens. En de kop die ging er vanavond af met, heel toepasselijk, een heel eigen versie van 10 om te zien. Welkom in het Stukcafé van de legendarische Studio Manhattan. Ja, het is heel fijn om nu met Stuk, terwijl dat ons eigen gebouw in verbouwing is, deze plek 6 weken te komen innemen. Dat creëert toch wel een heel bijzondere vibe. En ja, vooral ook omdat je echt proeft dat hier die sfeer van de jaren 80, 90 hangt hier nog. Hier komen we dus binnen in de grote Studio 1, die wij de voorbije weken helemaal hebben klaargestoomd. En hoe voelt het nu voor jullie om deze plek weer tot leven te brengen? Ja, dat is natuurlijk heel spannend. Het is zo in Leuven echt een iconische plek. En natuurlijk, Leuven is ook een stad met heel veel studenten. En ja, we willen vooral ook het jonge publiek laten proeven van die sfeer van vroeger op een stuk. Vergis me altijd, 79 of 80, ik gok op 80, is de discotheek opengegaan. De discotheek was de eerste megadiscotheek in Vlaanderen en zelfs voor een hoop andere landen. Binnen Europa? Bij de kop, binnen Europa waren we bij de koplopers. Ja, de mensen kwamen van heinde en ver om dat te zien, om dat mee te maken. Tegen tijdens de opening kwam Village People plots. Ja, die waren hier voor promotie of zo. Hier hebben we nog New Order. Ja. 17 december 85, ja. Manhattan. Ja, ik heb Marvin Gaye gehad, ik heb The Damned gehad. Een beetje in alle richtingen, zowel pop, rock als dingen. Dus Level 42, Lloyd Cohen, The Commotions. Dat zijn toch hele grote namen, hè? De Culture Club, dat was het eerste concert dat volledig uitverkocht was. En dan nadien is er een heel andere periode aangebroken met die om te zien. Want zij zingen gewoon, hey, hey, Boudewijn, hier is Bingo! Maar in 10 om te zien kon alles. Hè. Je kon dat doen, je kon Eddie Wally doen, Bryan Adams doen, allemaal in één programma. Hè. Wat vindt u ervan dat er opnieuw of een nieuw leven in de Manhattan wordt gesmeten, zal ik maar zeggen? Voor mij is dat allemaal goed. Ik hoop dat het voor hun een succes wordt. Maar ze gaan mij hier waarschijnlijk niet zien. Niet meer uw ding? Nee. Been there, done that. Ja. Ja.
Goed, deze laat om te zien heeft u helemaal uitgekeken. Proficiat en dank daarvoor. Morgen is er een nieuwe. Ik hoop ook weer met u erbij. Goeienacht nog.